We all get a brief window of opportunity on this planet. And while you're catching up on sleep this morning, consider this. There's a snail out there, right now, risking everything to cross the largest desert of a sidewalk it's ever seen. Why? Because it beats hiding in its shell at home. Or maybe it was inspired by every snail that ever successfully reached the other side. I don't know. I'm not really sure what motivates a mollusk. But I do know this. No snail has any idea what's on the other side of that sidewalk. All they know is that they have a shell that can be cracked. And maybe not the best reaction time in the animal kingdom. But still they go. On the off chance they might actually connect with something greater than themselves. Maybe become one of those snails that inspires another snail. Now you may say this is dumb. Snails don't surf. Well, neither did any of us. Until we did. Pretty kitty thingy. Ik heb een pot van dit. Ja? Voor bijna vlak. Ik zie ze voorlopig en misschien helemaal niet meer een keer voor doen. Het is een beetje een aflopende zaak. Eén was prima, toch? Eén was supergoed. Twee was echt gewoon weer getijsterd op bugs. Maar ik vond drie wel weer heel goed, hoor. Drie wel wat beter. Judgment was ook niet eens zo slecht. Het was ook geen slechte maar de keuze een beetje vanaf. Precies. Ja, jammer. Cool. Wat zijn de... Is de franchise klaar? Dat hebben we inderdaad gezegd. Waarschijnlijk een beetje. En wat zijn de plannen van ex-Epic Games werknemer Cliff Bleszinski en Rod Ferguson? Cliffy. Ik noem hem altijd Cliffy. Nou, ik weet dat hij het niet ziet. Cliffy B werkt dus aan een arena shooter op de PlayStation. Hij heeft toch geen Silver Streak, hè? Ja, hij doet Silver Streak. Dat meen je niet. Ja, ik zweer het. Grappig. Ja, hij heeft de afgelopen maand al een beetje zitten teasen via zijn Twitter-account en zo. Maar in zichzelf doet hij dat? Of doet hij het met een team? Dat zal hij wel met een teampje doen. Ja, maar geen groot team. Geen groot team, niet epic-achtige Niet een epic team. Nee. niet van een epische proporties. 350 man team. Cliffy. Maar met dat soort nieuwe games moet dan altijd blijken van hoe creatief en hoe belangrijk was jij binnen het team. Ja, daar ben ik dus heel nauw. Dat is ook een ding. Hij had die Shadow Complex. Was dat van hem? Nee, heette dat zo? Metroid, dat was ook in principe van hem. Was een leuke game, maar niet dat je dacht van dit is briljant. Nee. Dus ik zou het heel leuk vinden als na Silver Streak we nooit meer wat van Cliffy B horen. Omdat hij gewoon een flapdrol blijkt te zijn. Dat lijkt me tof. We gaan het in de gaten houden. Met vriendelijke groet, Fayaz Bagalou. Oh, mag ik ook nog wel? Ja hoor, mag. Jesus. Oh, wat een lastige vraag is dit. Joachim Snoeks stelt de vraag: welke game willen jullie echt nooit meer spelen en waarom? Pff, heb je even? Metro 2033. Nou ja. I was fucking buggy. En ik was twee keer mijn save in de kwijt. Toen was ik echt zo van: fuck you! Daar doe ik dus niet meer aan mee. Dat is kut. Het is niet per se dat ik games niet wil meer spelen, maar dat ik gewoon denk van... Ik hoor je wekelijks zeggen van: ik wil niet bij die review, ik wil niet bij die review. Dat lijkt me meer. Dat betekent dat ik hem al gespeeld heb. Niet meer spelen. Dus dat ik iets zeg maar al gespeeld heb dat ik nooit meer... Het zijn echt zat games die ik niet meer... Noem me nog een. Niet per se. Ja, ik heb geen idee. Hoeveel games hebben wij in de afgelopen 14 Drinking seizoenen dan de grond ingeboord? Ja, nou ja, ik moet er meteen weer aan denken. Die 50 Cent game. Die moet echt heel erg uit mijn buurt blijven. Die laatste was heel tof. Ah, flikker erop man. Al die 50 Cent games. Nee, dat was heel tof. Toen hadden ze een gouden kroon gejat of zo in Saudi-Arabië. En toen moest hij daarheen. En moest hij vechten tegen Al-Qaeda. Dat was echt heel gaaf. Het was gewoon de eerste game. Nou, die heb ik niet eens meer aangeraakt. Maar die eerste game die hebben we hier toen moeten spelen. Het is een gouden doodshoofd was. Man. Dat was een gouden skull of zo. Het was echt een heel goed verhaal ook. Damien Hirst of zo, ja. Maar wie was die destijds uitgegeven, joh? Zat games. Of TSQ volgens mij. Ja? Dat is jouw weer genoeg. Maar niet ook per se niet, want als je